Jongens, een mannetje, dat is zoeken. Zo. Kom maar, neem hem in. Kom maar mee, Niels. Naar voren. Naar voren, Niels. Lopen. We staan hier met Appie Tesselle, organisator van het voetbaltoernooi. Appie, goedemorgen. Goedemorgen, banden van RTR TV Winterswijk, Nederland. Ja. Appie, hoeveel teams doen er mee? Hoeveel teams? In totaal doen er 103 teams van het jaar mee. D'tjes, E'tjes? Verspreid over de categorie D, E, F. Dan moet je denken tussen 12 en 6 jaar. En meisjes? Meisjes doen gecombineerd mee en het sommige... Toen met een heel meisjesteam mee, maar als voetbal ook meisjes tussen de jongens, dat zie je ook vandaag gebeuren. Jullie zijn vanmorgen om hoe laat begonnen? Wij zijn vanmorgen om 9 uur begonnen. En dat gaat door tot? Vanmiddag om 18.00 uur hopen we de laatste finale de prijzen uit te reiken. Een heel strak schema zie ik, want ze voetballen 10 minuten hè? Ja. Nee, we houden ons strak aan het schema. Begintijd is tevens de eindtijd voor de volgende wedstrijd en dan gaat het zo op af. En, ja, soms dan moet je een minuutje of een half minuutje, een paar seconden smokkelen we. Maar uiteindelijk aan het eind van de dag, want dan staan weer andere verenigingen te wachten en we willen niet dat zij hun ruimte beschikbaar stellen aan de voetbalvereniging. We zorgen ervoor dat we op tijd klaar zijn. Nou, zijn jullie 23 december al begonnen? Ja, dat klopt. En vandaag, 3 januari, is een speciale
dag. Ja, vandaag 3 januari is een speciale dag. Ook van het jaar voor het eerst dat we dit hebben met de fusie van de verschillende verenigingen. Het begon eigenlijk al met Kotten, Fortuna en Ratum, opgaand in Trias. En vorig jaar met Winterswijk, WVC en SKV. Ja, daar hou je eigenlijk maar zoveel weinig teams over. En dan spelen ze allemaal onder elkaar. Ja, en dat is niet leuk meer. Tenminste, zeker voor de selectieteams van Meadow om tegen Winterswijk F1 te spelen of tegen E1. Ja, leuk. Maar nee, ze hebben er niks aan, want we willen toch graag dat ze beter gaan voetballen. Ja. En dan moet je de teams hebben van gelijke weerstand. Nou, en door het samengaan, door de fusies, ja, is het kwaliteit van Trias en Winterswijk is ja, eigenlijk tot dusdanig de Meadow en Trias en Vos wel ontstegen. Ja, dat niet leuk meer is voor die jongens. En die spelen dus met hun F1-team tegen Trias F3 of tegen Winterswijk F3. En dat gaat dan prima. Maar dan komen er ook vandaag clubs van buiten? Ja. We hebben vijf verenigingen buiten de gemeente Winterswijk. Is ook eigenlijk op aanraden van FC Trias en FC Winterswijk gekomen om voor hun selectieteams ook leuke tegenstanders te hebben. Nou, en op een steenworp afstand is AZSV, Longa, RKZVC, Grol en Eibergen. Die spelen met hun selectieteams mee in de verschillende pools. Niet alle verenigingen doen met alle teams mee, DEF. Maar nou, daar komt dan een andere vereniging die alleen met de D meedoet of alleen met de F meedoet. Zijn jullie het pools van 5 teams, hè? Ja, we spelen in pools van 5 teams. Bij de D hebben we het wat anders opgezet, omdat dat volledige elftallen zijn op het veld. En dan kunnen ze een team kunnen ze mooi splitsen. Dan doen ze dus met 2 teams, met 1 selectieteam op het veld, worden dan in de zaal 2 teams. En dan spelen ze ook maximaal. Dus heb je nou maar een 7-tal op het veld voor E. Nou, dat kan prima in de zaal met wisselingen erbij en met de F ook. En wisselspelers per team? Ja, er zijn officieel richtlijnen aan verbonden, maar daar doen wij niet zo verschrikkelijk moeilijk over. Want het gaat om het spel, om de jeugd, ze moeten voetballen. Yes. En dan kun je niet 1 speler, wie op het veld erbij zou horen, die kun je nou niet thuis laten. Dat kun je niet maken. Nou, dan spelen ze met een wissel misschien volgens de regel 1 te veel. Maar daar doen we niet moeilijk over. Het gaat om de jongens, het plezier en ze moeten wat leren. Ze willen, yes. En scheidsrechters, geen probleem om die te krijgen? Nee, nou vandaag hebben we dus een beetje scheidsrechters die eigenlijk een beetje vaker fluiten in de zaal, een beetje meer ervaring hebben dan. Maar anders bij de andere dagen is het zo, dan spelen we fluiten dus van de vereniging en dan moeten ze gewoon 2 scheidsrechters per dagdeel leveren. En dan dat gaat dan prima en dat zijn dan gewoon de clubscheidsrechters. Ja, ja. Direct na de finale ook al de prijsuitreiking. Ja, aansluiten. We gaan ook teams niet laten wachten. Er zit ook niemand op te wachten om lang in de zaal te blijven of lange tussentijden. Meteen aansluitend finale wedstrijd en dan de bekers in ontvangst nemen. En dan gaan we verder met de volgende. Enthousiaste jeugd hier bezig. Ja, zeker. Zeker. Dat is de straal er vanaf van dit soort. Ja, het zijn nog selectiespelers die vandaag spelen, dus daar mag je ook wel iets meer en er wordt ook wel iets meer van verwacht dan van een D6 of van een F7. Dus zo is dat gewoon. Maar die jongens die zijn daar ook gewoon aan toe en die willen ook eigenlijk ook maar 1 ding winnen. Dat is gelukkig voor de vereniging en eigenlijk wat en voor de leiders, trainers wat minder belangrijk. Ze willen natuurlijk niet degraderen, dat is simpel als dat. Maar het gaat niet om het resultaat, het gaat om het voetbal, om de jeugd, om dat beter te worden, om de spelen beter te maken. Daar gaat het om. Dit is voor de hoeveelste keer? Nou, we hebben vandaag min of meer toch wel weer een primeurtje. Ik heb het nog eventjes nagekeken. 5 jaar geleden was het de 40ste keer. Nou, als je dan doortelt, dan ben je vandaag, of zijn we van het jaar met de 45ste keer bezig. En je gaat gewoon door? Nou, of ik doorga, maar ik hoop het voetbal wel. Ik denk dat ik voor nog een keer zeg van, nou moet je het ook overdragen aan jongeren. Die direct meer betrokken zijn. Niet dat ik me oud voel, maar je moet ook een ander niet in de weg staan. En willen staan. Het wordt een mooi toernooi, maar het is niet alleen vandaag nog, het is de komende weken wordt er ook nog gespeeld. Ja, hè? Ja, we zijn een beetje afhankelijk natuurlijk van de zaalsporten gaan voor. Hè, op de dagen wie dan vrij zijn. En we gaan dus de 18e januari gaan we verder en 1 februari dan sluiten we af. En dan zijn dus uitsluitende de plaatselijke teams met de F6 en met de FE3, 4. Dit zijn echt dus selectieteams. Hey, maar dan gaat het dus verder met en dan ook alleen maar plaatselijke jeugd meer. Nou, het fluitsignaal heeft net geklonken. Weer nieuwe teams op het veld. Ik zou zeggen, Appie, weer je hok in en de boel goed regelen. Ja. Bedankt.
graag gedaan. Mogelijk toch nog eventjes van de gelegenheid gebruik maken om de sportieve mensen, of niet sportieve mensen, maakt me niet uit, allemaal in een gezonde 2014 te wensen. En jullie uiteraard ook met jullie team. Dank je, jij hetzelfde natuurlijk. Oké, dank je, graag gedaan. Vorig jaar was dat toch? Ja, dit jaar. Hey, ik zeg het wel.